Today I had an amazing day with a lot of kids here in Groningen in the street. Yeah! Hey jongens, ga je mee? Today we're here in this area here in Groningen. Hey, ga je mee? So I'm here to pick up some kids and have some fun with them and inspire them hopefully and do some sports with them. Wij vinden het heel erg leuk dat jullie hier zijn, dus welkom bij de Meer en Beter Bewegen Tour. Ik vind het heel leuk dat FC Groningen in mijn buurt zulke dingen regelt. Het is gewoon fijn, want er zijn ook voor de kinderen die niet kunnen voetballen of zo, hebben ze alsnog een sport om te doen. I came from a small neighborhood in Stockholm called Husby, where I know a lot of people had it difficult. I know also that, for example, for us, football was very important, and I hope that I can give those kids the same feeling and make them happy through different sports. Football is for everyone, so to come to this place, it's also important for me. Ik heb gevolleyballen, vond ik heel leuk. Ik ben wel heel erg kapot door altijd rennen. Ik heb bij voetbal een doelpunt gemaakt, dat vond ik ook echt geweldig en dat vond ik heel lastig. En ik heb me hier ook helemaal kapot gered. Het geeft me ook een goed gevoel dat ik zeg maar gewoon met een speler mag gaan voetballen. En zie ook de professionele voetbal spelen. En dat vind ik eigenlijk echt mooi.